maar ik op Richters. Richters vindt Muweza. Muweza voorbij zijn directe tegenstander. Wat gaat Muweza doen? Hier achter op Drenthe. Drenthe kop voor langs het doel. Goed opgezette aanval aan de zijde van Robin Hood. En dit was dan de eerste goede kans voor Giovanni Drenthe. Maar hij wist het net niet te vinden. Die speelt naar de linkerflank verdediger. Die speelt op Kuba. Kuba verliest het leder en een vrije trap aan de zijde van Robin Hood. Dat is de man met 14. Ja, die was in de eerste helft al geel gekleurd. Dat is dan in Rodinho Pinas. En op kinderachtige wijze krijgt hij zijn tweede gele kaart door de bal weg te trappen. En Rokete die geeft hem zijn tweede gele plak. Waardoor hij nu rood wordt gekleurd. En hier helemaal naar de andere kant. Deze man heeft ruimte. Wat gaat hij doen? Zwak ingeschoten. Maar goed overgenomen. Schot en dan ook een doelpunt. Goed overgenomen door de man met 11. Dat is Kuba, Miroy Kuba. En hij straft de verdediging van Robin Hood af. Doelpunt in de 15e minuut van de tweede helft. 10 man spelend Inter Wanica komt op een 1-0 voorsprong. Adipi dribbelt op. Hij speelt Sandvliet aan. Voorzet van Sandvliet richting Drenthe. Drenthe kop. De bal nog steeds bij Drenthe. Die speelt op Stedenburg. Controle bij Stedenburg. Onvoldoende. Schot van Richters. Doelpunt. Doelpunt van Richters. Goed ingeschoten door Richters. Goed opgezette aanval over de rechterflank. Sandvliet die trekt voor. Drenthe kon leder niet in een doelpunt verwerken. Maar Richters werd gevonden. En in de 24e minuut tekent Richters aan voor 1 voor Inter Wanica en 1 voor Robin Hood. Die speelt naar Rosabel. Rosabel op ver. Ver nog steeds aan de bal. Die speelt op Richters. Goede actie van Richters. Richters voor het doel. Drenthe schiet in. Mooie actie van Richters. Die speelt op Drenthe. En Drenthe tekent aan voor 2 voor Robin Hood en 1 voor Inter Wanica. Goed opgezette aanval aan de zijde van Robin Hood. Ze voetballen tegen 9 man. Meer ruimte. En dat hebben ze goed benut. Ver die vindt Richters. Richters met de actie. En hij speelt Drenthe vrij. Om Robin Hood te beperken om verder uit te lopen. Stedenburg. Wanabe komt heel ver uit. En ja. Ver die verwerkt het leder in het lege doel. De spelers van Inter Wanica die vragen om een vrije trap. Maar Rokete die liet doorspelen en doelpunt nummer 3 is een feit aan de zijde van Robin Hood. Doelpunt gemaakt door Fer. Mooie actie van Kago. Kago richting het doel van Robin Hood. Kago nog steeds aan de bal en ja, gefloten voor een penalty. Sublime actie van deze Kago. Kago alleen tegenover de hele verdediging van Robin Hood. Hij gaat heel goed voorbij. Welles beland in het gebied van Robin Hood. Maar er werd een overtreding gemaakt op deze Donaghy Kago. Waardoor de ploeg van Inter Wanica een strafschop aan overhoudt. Hier komt hij. Giel schiet. Doelpunt. Goed ingeschoten door Daninho Giel. En hij reduceert hier de achterstand. Naar 2 voor Inter Wanica en 3 voor Robin Hood.